Twee beschuiten met zuivelspread. Dat is een combinatie die ik zelf niet gekozen zou hebben. Een etui voor alles van Fleur. Waarom is het gewoon niet rood? Parmezaanse kaas, maar dat. Kookroom hebben we 60 ml van nodig. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag al dinsdag 1 augustus. Ja, augustus is gestart. Gisteren was de camera de hele dag leeg. Hij lag aan het laden aan de computer. Hij wilde ook niet opladen, dus ik weet niet wat er mis is. Ik denk dat ik een nieuwe batterij nodig heb en een nieuw oplaaddingetje. Het werkt allemaal niet, dus we zijn er weer. Ik laat even mijn ontbijt zien, à la Project Gezond. Dat is dit. Op de achtergrond horen jullie Yuki drinken. Twee beschuiten met zuivelspread. Dat is een combinatie die ik zelf niet gekozen zou hebben. En een appel. Nou, bon appetit. Inmiddels is Fleur er gehaald. Die zit even op de tablet. We zijn net naar Albert Heijn geweest. Want ik had ingrediënten nodig voor mijn eten van vanavond. Maar nu zit ik te denken, Fleur en Steven willen dat niet eten. Dus ik heb voor hen wat anders gehaald. En ik eet het eten van gisteren niet. Eergisteren. Dat kan nog. Ja. Dat was die aardappelsalade. Die heb ik volgens mij niet gefilmd. De camera was leeg. Dat ga ik dan eten. En nou ja, ik heb ook even wat dingen gehaald. Ik heb dus aardappelkartjes gehaald voor Steven en Fleur. Dit hoort bij mijn recept. Dit. Met kookroom. Ook moet ik van die sesamkoekjes eten. Nou, die heb ik dus maar hier gehaald. Sla voor bij deze aardappeltjes. Nou, vlees en zo heb ik wel. Ik zag ook deze karamelbars. Ik denk, nou ja, ter afwisseling van die ook lekker. Steeds komen die persikken voorbij. Die heb ik ook maar gehaald. Spekreepjes. Is ook voor wat ik moet maken voor mezelf. En voor Fleur Skittles. Goedemorgen. Ik zie er niet uit. Het is vandaag woensdag 2 augustus. En ik voel me een beetje brak en het is gewoon niet helemaal een topdag. En ik ben zo wakker, ik heb pijn mijn keel, voel me niet helemaal lekker. Maar goed, we gaan het doen. Ik heb ook een beetje slecht geslapen. Misschien dat het daardoor komt, het weer, je weet het niet. Maar ik laat even mijn ontbijt zien. Er liggen wat lijnzaadjes omheen. Dit is havermout met melk. En ik heb er zelf wat lijnzaad aan toegevoegd. Eigenlijk moet er ook een peer bij, maar daar heb ik echt totaal geen zin in. Dus ik eet even mijn havermout. Het ontbijt is op. Het voelt niet echt lekker, maar goed, ik heb het op. En 2 augustus is ook de dag dat Bella precies een jaartje geleden overleden is. Na een dagje Hellendoorn kwam ik thuis. Steven was al eerder thuis en die zei, ga niet goed met Bella. En nou ja, toen kwam bij de dierenarts terecht, nou, enzovoort, enzovoort. Echt dat het al een jaar geleden is. Het is zo snel voorbij gegaan. Het voelt echt of ze nog maar heel kort geleden bij ons weg is gegaan, zeg maar. Ook al hebben we Yuki, het vervangt nooit het gevoel wat je had met een andere hond. Het is de bezigheid die wel vervangen kan worden, zoals uitlaten, het wandelen. Al is dat ook natuurlijk allemaal niet hetzelfde. Met Bella kon ik veel chiller lopen dan met Yuki. Yuki vindt andere honden heel erg leuk. Katten vindt ze heel erg leuk. Weet je, alles is en dartelt ze. En dan mis ik soms zo erg. Hè. Dat chillen van Bella. Lekker rustig. En als je wilde spelen met haar, dat was ze ook helemaal in. En echt een geweldige hond. En super lief. Super lief voor andere mensen, voor andere dieren. Voor kinderen. Nou, you name it. Nou, missen haar nog steeds. En ja, honden leven gewoon niet zo lang. En blij zijn als je een jaar of 12, 13 bij je kan houden. Maar Bella is nog maar net niet 11 geworden. Veel te kort. Ja. Nou, ik ga kinderen halen. Tenminste, ik denk alleen Fleur. Maar misschien komt Tim ook wel mee. Die is ook nog wel veel met vriendjes aan het afspreken en aan het gamen en zo. Ja, het is natuurlijk een grote jongen aan het worden. Die wil ook gewoon liever met zijn eigen vrienden. Nou, koffiepraat gedaan. Ik zie jullie later. Nou, het plenst vreselijk buiten. Echt heel erg. Maar Fleur en ik zijn even bij de Action geweest en de Zeeman. Even kijken wat ik ook alweer bij Zeeman en de Action. Jij bent helemaal brood. Ja, Yuki was thuis. Maar ja, we gaan even laten zien wat we hebben gekocht. We moesten pakketjes wegbrengen op het Lelycentrum hier. En ja,
Dan kom je nog eens bij andere winkels. De toko was dicht. Ja, de toko was dicht, hè. Nou, we gaan het even op de tafel leggen en dan gaan we het filmen. Nou, bij de Action hebben we... Dit gekocht. Een soort stempelsetje hadden we nog niet gedaan. Dus dat willen we uitproberen, hè, Fleur? Ja. Ja, die. Wil ik heel graag. Super tof kleurboek. Ja. Best wel dik. Ja, met dit weer is dat ook wel heel fijn om heel veel keuzes te hebben. Toch, Fleur? Ja. Ja. Stiften. Ja, stiften. Maar kijk, je hebt hier. En je hebt ook pastelkleurtjes. Hoe leuk zijn die? Deze kan je even openmaken. Ja, als jij die openmaakt. Kan jij de kaartje eraf doen? Moet je knippen met de schaar. Oké. Okay, daar ligt die. Daar. Kijk. Hé, ik zie hem weer. Met deze voor Yuki zit een touw in. En ja. Het is een tijger. Een nieuwe plakbandrolhouder, want de andere had Yuki kapot gemaakt. Een etui voor alles van Fleur. Dat gaat nooit passen. En een nieuw notitieboekje, want de andere was ook een stuk gebeten, hè, door Yuki. Ja. Ja, dus deze gaan we voortaan in de kast bewaren, met de deurtjes dicht. Nou, dat was het bij de Action. Fleur, maak dat nog even open. En ik heb hier de bon voor jullie. Yes. Pauze zet als je wil weten wat het allemaal heeft gekost. Oeh, je hebt hem al bijna open. Hij is al open. Oh, nou, ik ben heel benieuwd eigenlijk. Ik ook. Ja, we wisten eigenlijk niet wat we kochten. Oh, het is nog mooier dan we dachten. Zo netjes. Ik dacht gewoon alles erin gekwakt. Nee, ik wist wel dat het netjes zat, maar ik wist niet wat erin zat. Potloden, een pen, puntenslijper, gummetje, liniaal, stiften. En nog meer, hè? Je hebt nog, waar? Je hebt nog een vakje. Wat nog een vakje? Ja. Wat? Ik heb gewoon twee vakjes. Ja. Ik ben blij dat we deze hadden gekozen. Anders had ik het echt niet verwacht. Oh. Kleurpotloden, stiften. Wauw. Vind je het mooi? Ja. Nou, in de Zeeman hadden we een springtouw gevonden. Ja. Nou ja, als het weer een beetje droog is, gaan we touwtjes springen. Ja. Voor Rosa vonden we dit windmolentje. Ja, want... Vindt ze leuk? Ja, want dan lacht meer. Dat vind ik altijd zo leuk, die gelach hier van haar. Ja. Onderbroeken voor mijzelf en een nachthemd met streepjes. Oh. Ik vind het heel fijn om in dit soort flubber shirts-achtige nachthemd dingen te slapen. Ja, lekker ruim. En dan, Dan mag ik ook alvast de spoot van Yuki geven. Ja, moeten we eerst eventjes het kaartje eraf knippen. Er zit een, ja, dat vind ik leuk. Er zit een sticker op zijn hoofd. Ja? En een kaartje. Die moet er eerst af. Oké, doe ik eerst de sticker. Ja, dan eet ze dat op. Oh, en bij de Zeeman. Laat ik ook even zien. Was ik dit kwijt. Ook niet heel veel. En mag je deze er even afknippen? Ja, die vind ik altijd zo leuk. Waar is de schaar gebleven? Hier net? Oh, hier. Nee, ik heb het lekker voor je gestopt. Gewoon een hele dunne, dus... Ik ben heel voorzichtig dat ik niet een haartje knip. Ga jij hem geven? Ze is hier. Ik hoop niet. Hier is ze. Yuki, ik heb er veel meer voor je, hoor. Een mooi speeltje. Ja. Vind je het wat? Nou, volgens mij wel. Waar is de rest? Nee, dat was het. Voor Yuki. Huh? Wat alleen die. Oh. Ja. Hier. Oké. Nou, ik heb dit al gemaakt. Oh, dat is echt heel mooi. Is dit verf of is deze stempel? Oké, je doet dus dit op die stempel. Nou, eigenlijk niet zo heel moeilijk, maar je hoeft het ook niet nat te maken. Nee. En dan doen we ook het hartje. Waarom is het gewoon niet rood? Dit is en een beetje rood. Dan trek je hem eraf. En dan heb je een hartje. Nou. Lijkt wel een beetje als je al een graffiti bent. Een beetje graffiti, hè? Ja. Je kan het heel makkelijk schoonmaken. Ja, met ik denk naar afspoelen. Met zo'n billendoekje. Kun je een billendoekje pakken? Probeer. Je was makkelijker. Oké. En je hebt er dus verschillende van. Je hebt ook van die letters. En cijfers, denk ik. En bloemetjes. Nee, ook een paar cijfers, ja. En blaadjes en zo. Dus heel erg leuk voor in de bullet journal. Oh, we moeten weer gaan bullet journalen. Ja! Kijk, en je hebt dus heel veel van die verschillende dingetjes om dat te doen. Ja. Oh, jammer, je moet je zien hoe satisfying dit is. Misschien wil je het wel bij je tekening ook doen.
Ja, dat is het. Is het satisfying? Ja, kijk. Laat maar hier zien, voor de camera. Kijk. Kijk, doe even dat schoonmaken. Oh, zo makkelijk! Gewoon met een vochtig doekje. Ja, gewoon met een vochtig doekje. Dan kan je weer met een ander kleurtje erop. Ja. Nou, is helemaal leuk. Ja. Dit soort vormpjes zitten er dan op. Heel erg leuk, hè? Ja. Ga je het gebruiken voor je tekening? Ja. Ja? Wacht even. En deze stift hadden we ook bij de Action gekocht. En die hebben dus twee kanten. Een dikke punt en een kleinere punt. Dus als je grote vlakken moet doen, heb je een wat dikkere punt. Fleur is helemaal een tekening mee. Dat heb ik uitgevonden. Ja, dat had jij gevonden. Klopt, ja. Nou, nu zal ik dit eventjes aan Fleur overhandigen. Ook de schabloontjes. Ze wil volgens mij de regenboog maken. Want kijk, het is echt een super mooie tekening aan het worden. Ja, ik ga liever een beetje. Wil je het eerst zelf op iets anders proberen, op het kladblaadje? Ja. Voordat je het op je tekening doet, hier. Ja. Doe je het eerst zo. Kun je het even oefenen. Welke kleur zou ik doen? Nou, als je roze doet, dan hebben we al een stempeldingetje. Ja. Moet je die roze? We kunnen volgens mij ook de stempeltjes schoonmaken. Ja, dat kunnen we straks proberen. Ja. Nee. Wil je groen? Nee, zwart. Zwart. Dit mooi, denk ik. Een zwarte regenboog. Oh, Janneke, wacht even. Kijk, maar dan moet je wel een ander stempeltje. Ja, wacht even. Ik heb hier iets heel leuks. Welke ga je doen? Regenboog. Oké. Zo. Tadaa! Dat is echt leuk. Ja. Mooi hoor. Ja. Ik ga hem heel even schoonmaken. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag donderdag 3 augustus. En zonder kinderen vandaag zijn een dagje thuis. En ik ben een beetje aan het opruimen. Ik heb een beetje de bank schoongemaakt. Een geurtje aangezet, want Yuki heeft hier een of andere stinkkluif. Die geef ik dan niet als de kinderen er zijn. Die vinden dat ook vreselijk. Ik vind het ook heel erg stinken. Ik probeerde dus dat ze het in de tuin ging eten. Nee. Iedere keer sleept ze hem naar binnen, maar goed. Ze wil wel heel graag kluiven, dus dat laten we even doen. Vanmiddag heb ik wel evaluatie van gasthouderopvang. Dus dat is helemaal prima, daar heb ik dan ook alle tijd even voor. Wat heb ik verder aan het doen? Oh ja, ik heb alle dekens schoongemaakt, van de bank gehaald, voor van Yuki. Die gaan allemaal in de was. Ik heb heel veel was liggen. Want ik wil iedere keer de was buiten hangen, maar het regent. Dus dan hoop ik, oh, misschien als het de volgende dag een mooi weer is, dan hang ik het buiten. Maar het staat nu alleen nog maar regen voor de middag, vooral op het programma. Dus dan, moet ik het maar in het droge doen. Of een beetje bovenuit hangen. Ik heb niet heel veel ruimte om dat allemaal bovenuit te hangen. Maar een gedeelte kan dan in het droge en een gedeelte uithangen. Zoals beddengoed hou ik echt niet van om dat in de droge te doen. Dat gaat allemaal zo in elkaar zitten. Ja, struggles of life. Vanmorgen had ik trouwens niet zo heel bijzonder ontbijt, dus ik heb het niet gefilmd. Het was Griekse yoghurt, ja, eigenlijk kwark, maar die was op. Dus ik heb de 0% vet Griekse yoghurt genomen met de granola. De persiken die ik erbij moest eten, die heb ik ook nog niet gegeten. Die kan ik zo meteen wel gaan eten. En er zat er een tussendoortje, een sesamkoekje geloof ik. En vanmiddag weet ik het even niet. Laat ik het straks wel zien. Voor het weekend staan er wel weer hele lekkere dingen op het menu. Dus die ga ik dan weer filmen. En vanavond heb ik pasta carbonara die eigenlijk voor gisteren, maar toen was ik uit eten, die eigenlijk voor gisteren stond, heb ik naar vandaag verplaatst. Dus die laat ik ook even zien hoe ik die ga maken, want het is à la project gezond natuurlijk. Ja. Ik klets veel te veel, ik ga koffie even drinken en ik spreek jullie later. Nou, dit is wat we nodig hebben voor de pasta carbonara à la project gezond. Er zit niet heel veel groente bij. Maar peterselie. En dan hebben we nodig 10 gram. Een ei. Wat geraspte kaas. Ik heb de Italiaanse Parmigiano. Volgens mij is het Parmezaanse kaas, maar dat. Kookroom hebben we 60 ml van nodig. Spekreepjes hebben we het hele dingetje van nodig. Hier haal ik wat spaghetti uit voor 2 personen. En een teentje knoflook.
eindresultaat. Ik vind het gek dat er niet heel veel groente bij zit, maar ja, van Steven maar iets minder gedaan. Ik weet niet of hij het lekker vindt, maar we gaan lekker eten. Goedemorgen, het is een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag 4 augustus. En ik ga vandaag naar Michella toe en Rix in Leiden met de trein. Steven gaat me zo meteen op het station afzetten. Dat is makkelijker, anders moet de auto de hele dag ergens parkeren. Parkeergeld betalen, dat is makkelijker. Steven hem even afzet en vanavond ook weer ophaalt. Tenminste, als er geen aansluiting met de bus is. Dat zie je altijd een dingetje. Busaansluiting is echt vreselijk. Maar dan schakel ik over zometeen naar mijn mobiel. Iets andere beelden, maar komt helemaal goed. Tot straks in Leiden. Gaan we naar de H&M, hè? We hebben al dingen. Goedemorgen, een nieuwe dag. Het is zaterdag 5 augustus. Het was gisteren zo gezellig, maar ook zo druk dat ik gewoon vergat om mijn mobiel te pakken en dingen te filmen. We zijn wezen winkelen. Op Instagram heb ik iets meer gedeeld, omdat je dan net even snel, weet je, even een stukje boekenwinkel, een stukje dit, een stukje dat kan filmen. Was ook wel een leuke ervaring om gewoon op de bank te kunnen zitten. Michelle moest even de vaatwasser leeghalen. Dan zijn de rollen ineens omgedraaid natuurlijk als je op visite bent bij je kinderen. En gegeten bij de ouders van Rix. Heerlijk gegeten. Was echt heel erg lekker. En daarna weer terug naar huis. Helemaal moe, helemaal brak en nog steeds een beetje moe. Maar er is een heel leuk pakketje binnengekomen gisteren. Die gaan we vandaag even openmaken van Too Good To Go. Dus laten we even gaan kijken wat daarin zit. Kijk, en dat doet me goed, hè, dat er staat thanks for saving me. Ik red boodschappen. Nou, we gaan hem openmaken, want het is een broodbelegpakket. Ik ben heel benieuwd. En je weet dus nooit wat je krijgt. Dus, we gaan kijken. Oh, wauw. Wat is dit? Gluten-free, wat staat er nog meer? Original. En het is goed tot gewoon 12 januari 2024. Dus, maar misschien verkoopt het niet zo goed of zo. Wat een leuke deksel ook. Dan hebben we hier no salt, no palm olie, whole grain, no whole earth, smooth organic peanut butter. Sorry, ja. Pindakaas. En daar hebben we er twee van. Is niet voor jou, Yuki. Dan hebben we hier pindakaas met speculaas. Wat is dit? So vegan, so fine, zwart bitter. Biologische zwartbitter cacao cream. Oeh, nou, ben benieuwd. Oeps. So vegan, so fine, hazelnoot chocolade spread. Dit een beetje goed kunnen zien zo. Heel veel vegan dingen. Sonnatura abrikozen jam. Er zit dan een deukje in. Misschien dat het daarom weg moet of zo. Deze. Zelfde. Maar ook allemaal dezelfde houdbaarheidsdatum. Dus ja. Toch leuk. Dat was het. Dus ja, ik heb allemaal broodbeleg. Ja, en dan geweldig tijdens het editen kom ik erachter dat ik eten ben gaan maken zonder ook maar even te zeggen wat ik ben gaan maken. Dus jullie gaan nu kijken naar hoe ik lasagne à la project gezond, lasagne met spinazie à la project gezond ga maken. Geniet. Oké, nou ik probeer 300 gram spinazie af te wegen. Mijn bakje was te klein. Dus het is een hele berg geworden. Ik doe het met kipfilet in plaats van met zalm. Eigenlijk zou dit project gezond recept met zalm moeten. Maar ik heb het gehalveerd ook voor twee personen in plaats van vier. Dus ik heb hier twee tomaten. Hier gebruiken we de helft van de ricotta. Een halve theelepel nootmuskaat. Eén knoflookblokje, lasagnebladen. En we gaan dit... Nou, dit mag weg. We gaan dit in elkaar bouwen. Even de kipfilet. Ik denk dat ik anderhalf kipfiletje ga doen. En dan gaan we dit maken.
En nou moet hij voor 30 minuten in de oven op 200 graden. 200 graden. En hete luchtstand heb ik hem. Nou. Ja, en ik kan jullie vertellen dat het lekker was. Steven die had nog pizza van gisteren, dus ik heb voor 2 dagen die lasagne. Dus die kan ik vandaag weer eten, want het is nu maandag. Dan ben ik heel laat met editen, I know. En dit was gisteren zondag. Dus ik ben dit nu aan het editen. Ja, en ik ga het vanavond dus nog een keertje eten. Dat was zo lekker. Ik ga dat echt vaker maken. Ja, maar ik heb vanavond zien een keer kom. Dus ik wil ook wat eerder eten dan Steven. Dus die kan dan wat anders eten. Want dat kon hij gisteren ook heel goed. Dus kan hij vandaag ook helemaal prima dan. Denk ik dan maar zo. Ja, toch. Oh, misschien willen jullie ook nog even weten hoe de pasta carbonara smaakte. Die was ook heel erg lekker. Eigenlijk is alles wel heel erg lekker van Project Gezond. Het is nog niet dat ik iets had van... Ja, soms zie ik al bij voorbaat... Wat ik dan die avond ga eten, zoals die prei en zo met aardappelpuree. Dat ik denk, laat me zitten. Dat begin ik al niet eens aan. Maar de recepten over het algemeen, die zien echt heerlijk uit. Echt. Dus ik hou nog even vol. Ik heb het afgelopen weekend heel erg druk gehad. Dus heb ik geen Project Gezond gedaan. Heb ik ook gewoon in de ochtend een shake genomen. Maar ik was veel op pad, veel weg. En dan is het toch ook niet heel handig om al die tussendoortjes te doen. Ook als je ergens anders bent, dan ga je niet je eigen tussendoortjes zitten kanen. Dat is ook een beetje gek. Dus ja, dat is hem niet geworden. Vandaag had ik ook weer een afspraak. In de middag heb ik gewoon even een broodje genomen. En vanavond eet ik mijn lasagne dan op. En vanaf morgen ga ik gewoon weer door met Project Gezond. Er zijn ook weer een aantal recepten. Ook nog eentje die ik moet maken. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe de rest van de week gaat verlopen. Ik dank jullie wel voor het kijken weer naar deze weekvlog. Vond je hem leuk? Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. En te abonneren op mijn kanaal hier beneden op de abonneerknop. Voor nog meer vlogs, shoplogs, shorts en al dat soort shizzle. Ik wens jullie een hele fijne week. En ik zie jullie van de week weer in een nieuwe. Doei doei!